het moet eerlijker. In Nederland is sprake van krimp in gemeentes en provincies die sowieso sociale achterstanden hebben. De PvdA is bezig met een aanvalsplan krimp om ervoor te zorgen dat een nieuw sociaal-economisch perspectief komt voor de mensen daar. Dat betekent werk, kwalitatief goed onderwijs en andere toegankelijke voorzieningen die keihard nodig zijn om bijvoorbeeld de leefbaarheid op het platteland in stand te houden, sterker nog uit te breiden. Het is natuurlijk niet zo dat het geld dat geïnvesteerd wordt door dit kabinet alleen maar toe mag naar de rijke regio's. We moeten eerlijk proberen te delen. De PvdA maakt zich daar sterk voor en daarom zal ik ervoor zorgen samen met mijn collega's dat de krimpgelden die we willen hebben ook echt verdeeld worden onder de mensen die het keihard nodig hebben. Dat is eerlijk delen en daar staan wij voor als Partij van de Arbeid.